Oh shit, hij gebruikt je arm. Dat is super effectief. Hallo mensen, mijn naam is de Bad Luigi en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Pokémon Pearl. Sorry dat er gisteren geen video online kwam, ik had eigenlijk de aflevering voor gisteren opgenomen. Alleen hij was niet zo leuk en ik heb een paar dingen verkeerd gedaan in die aflevering. En ik had dingen te doen wat er nou eigenlijk aan de hand was. Voordat ik dat allemaal vertel gaan we even snel hierheen, want we kunnen hier een Puffing Case kopen. Of nou ja, tenminste halen. Het is eigenlijk net zoals die free bicycle ticket helemaal in Kanto. Waarbij je ook zo'n fanclub gozer hebt. Deze fanclub gasten. Die geven gewoon alles weg wat ze hebben. Het is zo leuk, zo fijn. En hiermee kunnen wij dus op een dag leuke poffings maken. Maar nu gaan wij eerst verder met het avontuur. De vorige aflevering. Ik had gisteren, vorige aflevering kwamen wij in Hard Home City aan. Maar ik had gisteren geen tijd om mijn video nog een keer opnieuw op te nemen. Want weet je, ik ga geen video's uploaden die ik zelf niet zo helemaal geweldig vind. Het commentaar was niet zo heel erg goed. Het ging gewoon helemaal niet goed. Ik kwam niet goed uit mijn woorden. Het was kut. En de reden waarom ik geen tijd had om hem opnieuw op te nemen was toch wel omdat ik, vanmorgen een geschiedenistoets heb gehad. Waarvoor ik gisteravond heb geleerd. Het ding is met die geschiedenistoets. Ik wist pas fucking eergisteren dat ik vandaag een toets zou hebben. Terwijl het blijkbaar een hele week van tevoren was gezegd. Ik vind het raar. Misschien komt het gewoon door mijn rarigheid. Maar hey, dat ben ik dan maar weer, hè. Voor de rest, waar gaan we het over hebben? Nou, nu we het toch over geschiedenis hebben, ga ik jullie vertellen over iets geweldigs. Iets superleuks en je moet het sowieso op gaan zoeken. Dat wilde ik niet. Ach, goskleren. Nou denken mensen dat ik kut ben en dat ik dacht dat het een gras-Pokémon was. Bonsly is geen gras-Pokémon, dit heb ik een aflevering of twee geleden al gezegd. En onder die video zei een van mijn kijkers zo van, waarom is Bonsly geen gras-Pokémon? En toen zei ik hem een uur later of zoiets, toen had ik gereageerd van, dat heb ik verteld in de video. En toen reageerde hij pas, oh dat zie ik pas net. Dus ik vind het heel erg raar, doe je een uur over om 2 minuten te kijken. Amen Games, vertel me je geheimen, want dat wil ik ook kennen. Nee, die kijk heette dus Amen. Jullie kennen hem vast wel, weet je. Soms zijn er gewoon kijkers, die noem ik gewoon in video's als ze leuke dingen zeggen. Dat heb ik wel eens vaker. Weet je, dus dat is alleen maar meer reden voor jou om veel te reageren onder mijn video. Dan heb ik heel veel interactie met mijn kijkers, wat YouTube helemaal leuk vindt. En dat vind ik zelf leuk. En jij hebt gewoon de kans dat je eens een keer wordt genoemd. Sowieso, aan het eind van elke Pokémon-serie, of nou ja, ergens aan het eind, doe ik altijd een aantal Pokémon vangen en die vernoem ik dan naar kijkers. Ik heb tot nu toe 2 Pokémon series helemaal klaar. Oh shit, het is een Pichu. Dat was misschien niet zo handig. We gaan eventjes naar Bunnykill, want Bunnykill kan wel dingen. Oh shit, hij gebruikt je arm. Dat is super effectief. Gewoon een quick attack moet wel zijn ding doen. Nee, maar ook aan het eind van deze serie ergens ga ik weer kijkers hun namen ga ik weer Pokémon namen geven van kijkers. Dus reageer maar vaak onder deze video, dan heb je meer kans om gekozen te worden. Over Pokémon series gesproken, na deze serie ga ik toch Pokémon Lunar Dark en Solar Light afmaken. Die serie wil ik weer graag opnemen en ik weet niet precies hoe het moet gaan gebeuren. Maar goed, verhaal over geschiedenis. Wat het dus was, ik zat dus in de klas en we hadden het over de Gouden Eeuw. Je weet wel, de Gouden Eeuw van Nederland. Of nou ja, nog een stukje voor daarvoor. Maar de periode voor de Gouden Eeuw. Dat was rond de 80-jarige oorlog, weet je wel. En Gouden Eeuw, dat is de eeuw waarin Nederland heel erg rijk werd. Want het ding was, oh sorry voor dat boertje. Het ding was, Nederland was vroeger echt in de Gouden Eeuw in de periode van 1612 tot en met 1672 waren wij het machtigste land van de hele wereld. Amsterdam was de grootste handelsstad van heel Europa. Wat best wel cool is om te denken. En een heleboel wetenschappers en schilders en bouwkunstenaars. Die komen heel veel van die bekenden komen heel allemaal uit Nederland. En een heleboel grote ontdekkingen zijn ook gedaan in Nederland. Dus dat is een stukje nationalisme voor je. Een nationalisme kan goed zijn als
als je het niet te veel doet, weet je wel. Nationalisme. Je hebt in deze geschiedenis gezien hoe erg nationalisme kan zijn. Maar een klein beetje gezond nationalisme, dat kan wel, hè. Ik zie letterlijk, als je het over nationalisme hebt, altijd in Engelse video's waar toevallig Nederlanders in komen, zie ik altijd wel een heleboel Nederlanders zeggen van, ja, Nederland! Of het Nederlandse volkslied intikken. Of, hup, Holland, hup in de comments tikken. Dat is gewoon grappig om te zien. Het is leuk dat mensen zo blij zijn om die dingen. Voor de rest gaan we even... Oh shit, verkeerde knop. Voor de rest gaan we eventjes snel deze dingen wissen. Is dat een handig idee? Zal ik Bunny Kills een ding eraf halen? Hoe ver ben jij met XP? Nou, ik laat hem er nog even op zitten dat je op level 20 of 23 zit. Voor de rest dan doen we even Marie nog switchen. Want Marie die heeft levels nodig. Deze gast geeft ons de Good Rod. Dat is helemaal geweldig. Dankjewel. Nee, ik wil geen dingen van jou. Ik weet dat jij wil heel veel vertellen, maar ik wil het niet weten. Je zou denken deze atleet is een trainer. Nope, dat is die niet. Dat is een dingetje van vroeger. Ik dacht vroeger altijd van, waarom vecht hij niet met me? Dat kan toch niet, joh. Dat wordt altijd gezegd in Pokémon Diamond. Zoek elke Pokémon Diamond or Pearl of Platinum Let's Play op het hele internet. En geheid zegt iemand die op dit stukje is van, ga je niet met me vechten? Omdat ze het gewoon zijn vergeten, maar ik onthoud dat soort dingen. Dubbel gevecht! Yes, oké. Dus we zaten bij geschiedenis. En onze docent die had twee leuke filmpjes voor ons voorbereid. En dat ging over de Engelse koning Hendrik de Tweede... Was het Hendrik de Tweede? Wacht, ik heb het hier opgeschreven. Koning Hendrik, wacht. Geen paniek, ik heb het altijd in mijn notities als ik over dingen ga... Nee, het is niet eens de tweede, het is de achtste. Wauw, ik zat er echt ver naast. Ik heb altijd in mijn telefoon notities, weet je wel, dat kladblok. Daar schrijf ik dan mijn... daar is deze video niet mee geëdit. Is een klein grapje van mij en kijkers. Ik had ooit eens een keer in een stream, was dat. Maakte iemand een grapje van, is deze video geëdit met kladblok? En ik was een beetje moe. En ik reageerde zo van, kan je daarmee editen? En sindsdien is het een grapje van, hashtag kladblok. Alles is gemaakt met kladblok. Het is geweldig, het is grappig. Ik was moe, oké? Maar goed, ik schrijf daar altijd mijn onderwerp in. En dit onderwerp gaat over Hendrik de Achtste. Hij was een Engelse koning. Wat dat was, die... gast heeft 6 vrouwen gehad en 1 daarvan heeft het hele huwelijk overleefd, want 5 van zijn vrouwen zijn allemaal tijdens hun huwelijk gestorven en de 6e die heeft het overleefd. Nou, dat klinkt misschien heel erg, maar je moet gewoon eens een keer het filmpje opzoeken van Hendrik. Henry, zo heet het. En dan kom je wel. Het is namelijk een parodie op Money. En dan heel erg leuk gedaan. Het gaat in plaats van Money. Must be fun. Het gaat zo van Henry. Had so many wives that had to die. En wat het dus was, die koning Hendrik... Die had zijn eerste vrouw. Alleen hij vond die vrouw niet zo erg mooi. Dus daar wilde hij van scheiden. En volgens mij had hij zijn eerste vrouw ook onthoofd. Nee, dat was niet. Nee, dat was niet het geval. Nee, hij vond ze. Dat was een andere vrouw. Ik haal al die vrouwen door elkaar. Zijn eerste vrouw. Hij wilde graag een zoon hebben, geloof ik. Alleen zijn eerste vrouw, die kon hem geen. Nee, dat is. Godskelijk. Ik haal al die vrouwen door elkaar. Hij heeft er ook zoveel, jongens. Nee, kijk, zijn eerste vrouw, daar was hij mee getrouwd. En die vond hij niet zo heel erg mooi. En dus, daar wilde hij van scheiden. Maar de paus van. Hoe heet het? Gewoon de paus, weet je al. Van het christendom, de geestelijke leider van het christendom die helemaal in Rome zat, die zei ze van nee, dat kan niet, want natuurlijk in het christendom is het zo van als je getrouwd wordt, dan is het in voor- en tegenspoed en dat je door God wordt samengesmolten of zoiets. Nou ja, niet samengesmolten, maar de band tussen man en vrouw wordt dan vastgemaakt en je bent met elkaar verbonden en het is zo altijd totdat de dood je scheidt. En dus mocht je in die tijd gewoon niet scheiden, want God had je eigenlijk getrouwd, zo was het meer. En het was echt pas als je doodgaat, dan pas ben je gescheiden. Alleen koning Hendrik, die zei ze van... nee, ik ben koning Hendrik, motherfucker. Ik ga gewoon scheiden. En daarom heeft hij ze niet alleen gescheiden van zijn eerste vrouw. Hij heeft ook nog eens gescheiden van de hele kerk. Hij heeft de hele kerk, zijn hele kerk in Engeland... Heeft hij helemaal afgescheiden van de kerk in Rome. En dat is het begin van de Angliaanse kerk. Dat is een beetje geschiedenis voor jullie.
Toen heeft hij nog een heleboel vrouwen gehad. Op een gegeven moment, hij wilde graag een zoon. Alleen zijn vrouw, waar hij voor de allereerste keer een kind mee kreeg, dat was of de tweede of de derde, die kreeg een meisje. En weet je wat koning Hendrik deed? In plaats van leuk, logisch. Oh, trouwens, dit is een geheim volgens mij. Hier kan ik volgens mij nog eens een keertje naartoe. Dat is ook wel leuk. Dat moet ik onthouden. Waarschijnlijk onthoud ik dat niet. Maar hey, we kunnen het proberen. Maar goed. Die koning Hendrik, dat was of zijn tweede of de eerste vrouw. Of nee, niet zijn eerste. Zijn tweede of derde vrouw. En die kreeg dus een dochter. Alleen Hendrik wilde een zoon hebben. Dus zijn logische reden was... Hey, weet je wat? Jij kan geen zoon krijgen. Dan in plaats van met je nog een keer te seksen en dan daar een zoon uit te krijgen, onthoofd ik je gewoon. Ja, jongens, dat is echt het meest logische wat je kan doen. In plaats van gewoon opnieuw proberen een kind te krijgen, onthoofd je gewoon diegene. Het is echt niet alsof die vrouw voor een tweede keer zwanger kon raken. Nee, natuurlijk niet. En zo ging dat een beetje door. En in dat hele liedje van Henry, 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 zoek het op. Het is echt een heel leuk liedje. Je moet gewoon intikken. Of Hendrik de 8e Money 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 Parody. Of gewoon intikken Henry 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 op YouTube of zo. Dan kom je er vanzelf bij. Het is echt een leuk liedje. En het laat echt alle vrouwen zien. En alle. Het laat ook alle verhalen horen van al die vrouwen stuk voor stuk. Van wat ze hebben meegemaakt. En uiteindelijk was de laatste vrouw de enige die het hele huwelijk overleefde. Want zij ging later dood dan Hendrik de 8e. Is wel een leuk verhaal natuurlijk. Geschiedenis is interessant. Maar ja, die geschiedenistoets van vanmorgen, voor het geval jullie je interessant vinden. Het ging goed hoor. Geen zorgen, geen paniek. Ik heb het wel goed gedaan, denk ik. Kom op. Oh shit, jij hebt dat. Oké, dat gaan wij dus even niet doen. We gaan gewoon even pack gebruiken. What the fuck was dat? Was een sweet kiss of niet dan? Oké, kut. Juist. We hebben hier nog een potion, alleen dat zal niet heel veel healen. Kom op, maak hem even dood. Goed zo, Mari. Ik weet in Pokémon Platinum kan je hier de Skull vangen. Wat je niet in deze versie kan, wat jammer is. Een heleboel van de Pokémon die grote evoluties kregen in Pokémon Diamond and Pearl. Die kregen pas, kon je echt later pas in Pokémon Platinum echt vangen. Dus een heleboel van de evoluties kon je niet eens krijgen in deze game als je het game normaal speelde. Wat best wel interessant is. Ik heb zelf Pokémon Heart Gold en Pokémon Pearl. En wat ik dus altijd doe, was in Pokémon Heart Gold. Dat doe ik niet altijd, maar ik heb eens een keer een team gehad. Waarbij je kan natuurlijk in Pokémon Heart Gold een Togepi krijgen. Die krijg je als ei. En wat ik dus had gedaan, hebben we nog een Paralyze Heal? Ja, dat hebben we zeker. Wat ik dus had gedaan, ik had dus die Togepi gehouden en had hem zo erg getraind totdat hij een Togekiss was. En toen hij een paar levels omhoog was vanaf een Togekiss, heb ik die Togekiss met een Shiny Stone vanuit Pokémon Pearl of Platinum naar Pokémon... Nou, die Pokémon Heart Gold geruild. En hem zo geëvolueerd. Waardoor ik gewoon een Togekiss had in Pokémon Heart Gold. Wat echt gewoon die leuke tactieken zijn. Ik hou daar zo erg van. Om gewoon Pokémon te hebben die eigenlijk niet in die generatie horen. In een bepaald spel. Dat vind ik zo leuk. Daarom ben ik zo dol op Wonderlocks. En randomizers. Want in een Wonderlock kan je... Oh ja, hier is een item wat heel kut is om te halen. Oké, hier zat ik de aflevering die ik net, of nou ja, gisteren had opgenomen ook al mee te kloten. Het ding is, daar ligt dus wel een item wat ik graag wil hebben, want het is best wel een soort van goed item wat misschien later nog handig kan worden. Alleen je moet hier een scherpe bocht naam, wat een beetje makkelijker is met gewoon de pad van de, hoe heet het nou, die... Niet de cirkelpad, maar de pluspad. Je weet wel dat plus dingetje waarmee je karakter bestuurt op de DS. Dat is A. Hier, dat is veel makkelijker daarmee. Maar met de cirkelpad die ik gebruik op mijn PlayStation 4 controller. Ik speel gewoon Pokémon met PlayStation 4 controller. Ik geef geen neuk. Daarbij moet je dus... Staravia. Dat is echt perfect voor mijn pissige kat. Sterren, oh. Oh, wij gaan zo doen, hè. Nou, nee, dat gaan wij helemaal niet doen. Hoe heet het? Ik ben mijn verhaal kwijt. Weet je wat? Als ik mijn verhaal kwijt ben, dan is het vast niet zo belangrijk. Oké, we zijn er bijna en we gaan hier onze Ponyta vangen, hopelijk. Maar eerst gaan we nog maar even met deze vrouw vechten. Waarom is Marie niet meer in het voorkantje van het hele gedoe? Ik snap het ook niet meer. Deze vrouw heeft volgens mij een heel team met Bidoofs, denk ik. Ja, deze vrouw heeft een heel team van Bidoofs. Ik heb het al eens een keer volgens mij in deze serie gezegd, maar ik heb ooit
bij Pokémon Ruby een heel team van Zigzagoon gehad. Dat was fucking grappig. Ik moet dat eens, weet je wat, dan ga ik gewoon eens een keertje streamen gewoon bij elke game. Een only Zigzagoon run van de game. Oh ja, trouwens, over streamen gesproken. Nee, ik blijf wel hier zo in. Ik ga gewoon eventjes hier potion gebruiken. Zo, huppakee. Ik ga morgen waarschijnlijk... Ik haat het om dat soort dingen te beloven. Maar ik maak hier nog een aparte video over. Morgen, als ik uit school ben en ik heb gegeten. Want ik ben altijd zo vroeg uit school dat ik gewoon thuis kan middageten. Morgen ga ik waarschijnlijk streamen. Oké, die hele 200 abonnees special stream is waarschijnlijk morgen. En er komt nu iemand mijn kamer op die iets brengt. Oh, wat lief. Dat is aardig. Ja, dankjewel. Mijn ouders hebben namelijk een smoothie apparaat gekocht of zo. En die zijn nou helemaal dol om smoothies te maken. En zij komt... Ik heb nog geen enkele smoothie uit dat ding gehad. En zij komt mij een bananensmoothie brengen. Wat super lief is van mijn moeder. Ik hou van ze. Ze is op dit moment ziek. Dus iedereen... ze heeft een longontsteking. Wat niet zo helemaal geweldig is. Maar ze heeft de medicijnen voor. Geen zorgen. Dus iedereen in de comments. Doe de hashtag... Word beter moeder van Matt Luigi. Dan wordt ze vast beter. Dat vindt ze leuk om te zien. Weet ik heel erg zeker. Maar omdat dit dus de eerste keer is dat ik een smoothie van die machine ga drinken. Ga ik... Oeh, Jumpkick. Dat willen wij wel hebben. Oeh, Jumpkick. Even kijken hoor. Waar gaan wij die voor doen? De Forsyth, wat doet dat? Oké, we doen wel gewoon voor Forsyth. Dat is een goede move, maar oké. Wij gaan de smoothie testen. Hashtag smoothie review. Ja, je proeft echt heel erg sterk de banaan. Dit zijn sowieso de bananen die wij op de fruitschaal haalden liggen. Het is lekker, je proeft echt een heleboel banaan. Het is lekker, want weet je, je hebt ook smoothies, weet je... Dus ik denk, je hebt heel vaak bij smoothies en bij milkshakes en al die dingen, dat je dan dat proeft. En dan proef je later gewoon een daadwerkelijk aardbei. Bijvoorbeeld, je hebt een aardbeienmilkshake en je proeft daarna een letterlijke aardbei. Daar heb je bij alles wat aardbeien smaak heeft. Dan denk je gewoon zo van, hé, dit smaakt helemaal niet naar aardbei. Dat komt omdat ze waarschijnlijk 9 van de 10 keer niet eens echte aardbeissmaak in die dingen stoppen. Ze hebben gewoon een aparte smaak gecreëerd in de industrie die voor aardbei moet staan. Het is echt een beetje, nou ja, het is bijzonder. Het is bijzonder. Hier kunnen we trouwens die fork... Hey, dit wil ik hebben. Oké, dan. Ik had dit item compleet gemist de vorige keer. Even kijken hoor. Steelwing? Dat is handig misschien nog wel. Even kijken. Oh, kut. Verkeerde knop. Even kijken. Steelwing. Wat doet dat voor ons? Zoals een physical ding... 70 power, even kijken. Want de enige Pokémon die dat kan leren is natuurlijk D. Want die heeft als enige Steelwing. Wat is jouw physical attack? Jouw attack is wel fucking hoog. Ik zou in principe aan onze D Steelwing kunnen leren. Oh kut, wacht. Nee. Even kijken. Ja, tackle die ga ik dan waarschijnlijk daarvoor weg doen. Maar dan kom ik later misschien nog in problemen als ik close combat wil leren. Nou, als we Steelwing leren, dan hebben we wel een soort van... lekkere smoothie. Hebben we wel een soort van... als we ooit tegen Steel goed tegen grond Pokémon, toch? Ground types, volgens mij wel. Dus weet je wat? YOLO, wij hebben al nog geen enkele van onze TM's gebruikt. Dat komt, ik gebruik die eigenlijk nooit. Ik gebruik ze... ik gebruik eigenlijk nooit TM's, behalve de echte hele goeie. Maar hey, ik weet nog wel, vroeger in Pokémon Ruby gebruikte ik altijd, als ik Steelwing had, deed ik die altijd aan mijn Talo leren. Want ik had standaard altijd in Ruby een Talo. En die deed ik dan voor Wing Attack leren. Want het was eigenlijk gewoon dezelfde animatie van Wing Attack, alleen dan met staal. En ik dacht, oh, dat is de betere versie van Wing Attack. Ik snapte toen nog niet zo heel erg veel van die andere types. Voor mij was het letterlijk zo van steenpapierschaar achter iets met gras en vuur en water. En voor de rest wist ik niet echt wat andere types waren. Ik wist natuurlijk wel wat ze waren. Alleen ik had geen idee wat die types voor de rest voor mij deden.
Weet je wel. Ook nog een leuk ding is, in deze generatie is het nog van dat je maar één keer een TM kan gebruiken. Het was echt zo mindblowing om te zien in Pokémon Black and White dat je ze voor eeuwig kon houden. Ik zag dat toen een keer, toen ik dat voor de allereerste keer speelde. Toen kwam ik dat tegen, dat je ze voor altijd kon gebruiken. En ik dacht van, wat? Je kan ze voor eeuwig gebruiken? En toen ging de hele wereld voor me open, wat helemaal mooi is natuurlijk. Voor de rest, wij gaan nu hier een Ponyta vangen. Ik heb al een hele goede nickname bedacht. Eerst wilde ik die Ponyta Beyblade noemen. Omdat een Rapidash, dat is een eenhoorn. En dat lijkt een beetje op een Pegasus. En in Beyblade is de hoofdpersonage een Beyblade en Pegasus. Alleen toen bedacht ik me, hey, er is een karakter dat een Bonsly, die zitten. Ik kwam er ook gisteren achter dat deze dingen hier zitten. Ik wist dat echt niet. Ik wist niet dat Bonsly hier zat. En dat is heel erg raar, want het is niet zo'n hele zeldzame encounter. Je ziet hem vrij snel. We gaan gewoon even kijken. We moeten ook nog die... Oh, kijk, daar is die. En het is ook nog zijn mandje. Geweldig. Ik heb nu wel een nieuwe naam voor hem. En die gaan we hem ook zeker geven. Eerst gaan we even pack doen, want we gaan geen wateraanvallen gebruiken. Want dat is een beetje schadelijk voor een Ponyta. Want het is namelijk wel gewoon een vuurpokémon, hè. Daar moet je wel rekening mee houden. Hij is level 18, hij is netjes geleveld bij onze level. Ik moet wel zeggen, die hele Shell Bell, dat is best wel een goede vervanging voor de leftovers. Want weet je, Shell Bell is dan wel niet zo sterk als de leftovers. Het is leftovers 2.0 eigenlijk, maar dan een kuttere versie. Maar het doet nog steeds zijn dingen. Het geeft ons nog steeds dat extra beetje HP wat we nodig hebben, weet je. Als ik nu zou aanvallen, dan zou dit hele kleine stukje HP wat je hier ziet gewoon weg zijn. Oké, wij gaan nu eventjes een Pokéball gebruiken. Dit ding is lager geleveld, dus ik pak wel een Nestball. Dat werkt namelijk op lager gelevelde Pokémon. En ondertussen ga ik een slok nemen. Ah, geweldig. Die was ook echt precies op tijd, want toen kwamen de sterretjes er vanaf. Is helemaal geweldig. Oké, dus we hebben Ponyta! Yes! Ik heb wel wat minder gedaan in deze aflevering dan ik deed in mijn origineel opgenomen aflevering. Maar ik heb het gevoel dat deze aflevering wel wat beter is van mijn commentaar. Oké, ik heb een goede naam. We noemen deze leuke man namelijk Eric. Even kijken, sommige mensen weten nu al waar dit een referentie naar is. En even kijken of ik nu deze naam ook goed spel. Eagle. Zo, is dat hoe je Eagle spelt? Ik geloof het wel. Eric Eagle, want Eric Eagle, dat is een personage uit de, hoe heet het, hele Inazuma Eleven serie. En hij heeft als zijn special move, heeft hij een Pegasus, maar hij heeft ook later ergens in de serie, krijgt hij ook een move, in het derde seizoen is dat, een move genaamd Pegasus Shot. En, Pegasus Shot of Unicorn. Oh, kut. Nou, deze naam werkt ook niet. Want ik dacht dat het Unicorn Boost was, maar dat is zo... Kut, sorry, ik heb de verkeerde naam. Nee, maakt niet uit. Eric Eagle is goed, want hij heeft dan wel een Pegasus als zijn hoofdtheme, weet je wel. Bijvoorbeeld de Tri-Pegasus heeft hij. En hij heeft ook zijn Pegasus Shot. Maar het team waar hij bij speelt, het grote team, dat is later in het derde seizoen. Dan speelt hij bij een team wat Pegasus heet of zoiets. En dan hebben zij een move die heet de Unicorn. Dus het werkt een soort van... Dus we hebben Eric Eagle hier zo bij ons team. Helemaal mooi, jongens. De Inazuma Eleven fans zijn helemaal gek geworden van dit mooie gedoe. Even kijken, we geven Eric zijn mooie... waar is dat ding? EXP share. Geweldig. Nou moet ik alleen nog even kijken hoe ik misschien een... Ik zit erover te denken om een Chansey bij mijn team toe te voegen. Maar dan heb ik wel twee normal types, wat best wel een grote zwakte is. Maar een Blissey is niet verkeerd, dus ik moet even kijken hoe je zo'n ding evolueert. En als dat mogelijk is op een emulator, dan zal ik dat wel... Oh shit, ik wil hier niet naar binnen. Dan zal ik wel kijken hoe dat moet. Voor de rest, volgende aflevering gaan we veel doen. Dan gaan we waarschijnlijk de Unknown Grot daar zo in. Hij ziet namelijk een ruïne. Ruins of Elf is dat volgens mij, toch? Is dit de Ruins of Elf? Ik heb geen idee, jongens. We gaan even kijken. Hopelijk is dit de Ruins of Elf. Nee, dit is de ik kan niet spreken. Solation Ruins. The Ruins of Elf is natuurlijk in Johto. Ik zit helemaal verkeerd, joh. Ik zit aan de verkeerde game te denken.
is helemaal kut. Maar goed jongens, vonden jullie dit een leuke video? Geef dan een like. Abonneren zou ook leuk zijn. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye. Die gast denkt ook zo van, wat de fuck doet die vrouw nou weer? Ik ga maar gewoon weglopen. Oh man. Bye bye.